In de raadzaal van het stadhuis in Arnhem voeren middelbare scholieren een debat over uit de kast komen. Het met elkaar hierover hebben is belangrijk volgens organisatie Indifferent. Uit de kast komen, dat geldt voor iedereen, maar vaak gaat dat over jongeren. Want jongeren die ontdekken hun seksualiteit vaak en dan krijgen zij te maken met de beelden van de samenleving. En ja, dat is soms heel moeilijk om daarna op te leven. Dus het is voor hen heel relevant om te praten over deze onderwerpen. Uit de kast komen is niet zomaar iets. Het kan echt super groot zijn. Vooral als je ouders hebt of een familie die jou niet support. Dus daarin is het gewoon heel belangrijk dat de jongeren zich gehoord voelen. En dat ze weten dat hun stem er mag zijn en dat we naar ze luisteren. En dat we dat ook echt serieus nemen. Voor gemeente Arnhem is het ook belangrijk dat hierover gedebatteerd wordt en dat het wordt meegenomen in het onderwijs. Komt omdat er nog veel te weinig bekend is over gender en geaardheid onder de hele samenleving. En juist door dat op scholen goed te bespreken, wat mij betreft zelfs verplicht in het onderwijs op te nemen, ontstaat er ook meer begrip voor de verschillende geaardheden die er zijn, voor de verschillende genders die er zijn en hoe je daarin met respect met elkaar kan omgaan. En het is mijn overtuiging dat als mensen daar meer van weten, het ook makkelijker is om elkaar te accepteren en met de samenleving als geheel er weer wat verdraagzamer van wordt. Ik vind dat het zeker verplicht is om die jongeren te vertellen wat gender is en wat seksualiteit is en wat voor diversiteit daarin zit. Ik vind het wel heel belangrijk dat het wordt gegeven door iemand die hier ook affiniteit mee heeft. Je kunt je voorstellen dat als jij niet veel weet over dit onderwerp, dat de boodschap misschien niet goed overkomt. De leerlingen zijn het ermee eens dat de onderwerpen van het debat meegenomen moeten worden in de lesstof op school. Anders gaan mensen constant met vraagtekens boven hun hoofd hangen van ik weet niet veel hierover en ik wil hier veel meer informatie over krijgen. En ik vind het wel belangrijk dat school dat ook die informatie kan geven. School is natuurlijk de plek waar je eigen persoonlijkheid en identiteit ontwikkelt. Dus ik vind het belangrijk dat ook dit soort dingen besproken kunnen worden op een plek zoals school. Naast de rol die scholen hebben, heeft ook de gemeente een taak bij het bespreekbaar maken van seksualiteit en gender. Ik vind het heel belangrijk dat een gemeente als Arnhem aandacht besteedt aan deze onderwerpen. Als jij zelf LGBTQ bent, IA+, moet ik erbij zeggen. En dan is het heel belangrijk dat je weet dat jouw gemeente jou ziet en er voor jou is. Dat de gemeente er niet alleen maar is voor de norm, maar eigenlijk ook iedereen die misschien wel buiten die norm valt. Er worden nog steeds homoseksuelen, lesbiennes, transpersonen, et cetera, worden nog steeds nagefloten, nagewezen, uitgescholden of soms bespuugd of nog erger in onze samenleving, ook in onze stad. Dat willen wij niet. Wij willen dat iedereen zich vrij en veilig kan voelen. En dan is het belangrijk om ook met symbolen te laten zien dat deze mensen hartstikke welkom zijn in onze stad en volledig ertoe doen.